Jongens, we zijn aanbeland in het heiligdom van de waterorigant. Moeten we hem verslaan met onze vuisten? Of een wand? En is het een vis? Of een olifant? Oh, sick! Wat een rijmskills! En wat een leuke game is Paper Mario the Origami King, jongens. We zijn dus inderdaad aanbeland in het nieuwe heiligdommetje. En we moeten hier doorheen om de waterorigant te gaan vinden. Bob Omp is buiten gebleven. Die hebben we gezocht net zo lang tot we hem vonden. En ik dacht dat hij meeging hier binnen om te helpen. Maar toen, ja, toen was hij eigenlijk te pussy en te bang om mee naar binnen te gaan. Dus laten we dit maar gewoon lekker... alleen gaan doen. Samen met Olivia. En al deze toads hier zo. Doei toadje. Mazzel. Ik heb zo'n vermoeden dat dit een draaischijf is. Dus dat we dit stukje steeds moeten gaan draaien. We kunnen nu bijvoorbeeld niet hier naar de rechterkant. Maar dat zal straks ongetwijfeld later wel kunnen. Hier kunnen we ook nog niet heel erg veel doen, denk ik. We kunnen bijvoorbeeld niet hier inspringen. Dus we moeten wel in die gang naar links. So, let's go. But, oh, wow, 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 wow. Wow, waar kwam die krab opeens vandaan? Krabby, dude, what you doing, man? Oké, lekker dit. Kijk, mijn ijzerschoenen, die zijn dus bijna kapot. En ik heb eigenlijk wel ijzerschoenen nodig, denk ik, om al deze krabben steeds te kunnen verslaan. Dus, dit wordt nog wel een probleempje, denk ik. Hier, mijn ijzerschoenen zijn kapot. Kan ik hier misschien nog wat ijzerschoenen... Ah, kijk, je kan hier ijzerschoenen vinden. Top. Gelukkig. Nieuwe ijzerschoenen. Die hebben we wel nodig hier. En hoppakee, allemaal snippeties. Let's go. Oh, oké, chill. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om met jou te battelen, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ga maar gewoon een beetje zo achteruit. En dan probeer ik dit gat te vullen. Ja, oké, top. Oké, doei, Krabby, mazzel. Oh, oké, we hebben ook nog blijkbaar blauwe Krabbies. Die zijn nog even een tikkeltje sneller, volgens mij. Oké, laten we eerst die rode Krabbies maar even aanpakken dan. Met onze lekker verse, nieuwe... ijzeren schoenen. Hoppakee. Kijk eens hoeveel damage die doen. Lekker. En dan gaan we kijken of we deze ook aan kunnen pakken met onze hamer. Zullen we die in één keer slopen? Atsekwelats. Uitstekend. Oh, ze hebben 20 HP. No. Oké, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Verdedig. 14 HP eraf bij mij. En wegwezen. Hoppakee. Ja, die zag ik even niet aankomen, die blauwe krab. Oké. Hier moeten we even een puzzel gaan oplossen. Eens even kijken hoor. Is dit het? Dit is vast een ding waar een ding in past om daar een ander ding mee te doen. Maar hoe begin je aan dit ding, zegt Olivia. Oh ja, duidelijk. Misschien is hier nog iets wat we moeten zoeken. Deze langwerpige moet in ieder geval rechts onderin. Maar dan? Dan hebben we niks wat nog meer past. Oké, even wachten. Hier zag ik net een krab, dus misschien is hier nog iets wat we kunnen vinden. Ja, meerdere krabben. Ah, kijk, die onderste krab die had wat in zijn klauwen. Ja, nu loopt hij weer beneden. Ja, hij komt straks vast wel hier naartoe. Oh, of niet? Oké, als ik hier beneden loop, dan komt hij boven. En als ik boven loop, komt hij beneden. Dus ik moet dat even goed timen, denk ik. Komt hij nou boven? Volgens mij moet ik gewoon alle krabben eerst verslaan. Eerst alle andere krabben en dan als laatste kan ik die krab daar pakken. Let's go. Ik heb nu 2 krabben verslagen, dit is de derde. Dan is alleen die blauwe nog over. Hier mengen Koopas zich ook even in de strijd. En dat lijkt me op zich geen probleempje als ik gewoon zo... boven op een bakken sla. Hoppa. No problemo. Mag ik nu alsjeblieft dat ding hebben? Oh, wacht even. Als ik hier tegen deze muur sla, dan krijg je een pauwblok. En als we die pauwblok eventjes zo... Hoppakee. Ja, kijk, nu is die dus... Ja, dat was het. We hadden dat pauwblok moeten gebruiken. Jemig, ik zit de partij moeilijk te doen hier zo. Maar als je dat pauwblok gebruikt, dan verstijven de krabben. Ja, zo werkt dit. Oh, snap. Alle krabben, die komen allemaal bij elkaar. Auw! Ik snap deze puzzel trouwens echt niet. Ik ben echt aan het falen in deze puzzel. Ik heb al 2 beurten nodig om überhaupt een beetje krabben te verslaan. Ik ben klaar met je... Oh, snap. Kies ik ook nog de verkeerde aanval? Ah, lekker bezig, Rick. Heerlijk, heerlijk. Ik heb natuurlijk de hamer nodig. Hatsevlats. Oké, mag ik alsjeblieft dat dingetje wat jij bij je hebt? Ik weet niet wat het is. Een sleuftegel. Deze tegel is uit het heiligdom gestolen door een sidestepper. Die hebben we ongetwijfeld dan hier nodig met deze puzzel. Oké, nou even alles op de juiste plek plaatsen. Ja, zo, kijk. Komt u maar. Bam, bam, waps. En de laatste. En waarschijnlijk gaat er nu water doorheen stromen. Ja, zie je wel. Nice. Oké. Puzzel nummer 1. Check. Moet je al dat water zien? Waar zou het naartoe stromen? Ja, wat denk je, Olivia? Oh, oké. Laten we eerst even dit allemaal oppakken. Ik bedoel,
Dat wordt niet voor niks gedropt. En ik ga ook even een paddenstoeltje gebruiken. Voor mijn HP'tjes. Oké, laten we kijken wat er nu gebeurt in de kamer hiernaast. Ik hoop zonder tegen deze beesten aan te lopen wegwezen. Kijk, die emmer die vult zich nu met water en dat overstroomt. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet eruit alsof dat zo hoort. Juist. Ja, meer water is blijkbaar beter. Nice. Ja, de mechanismes beginnen te werken. En inderdaad, dat ronde ding daar in de midden is inderdaad zo'n draai... draaischijfie. Oké, let's go Mario. Ja, nee, dit is niet goed. Nee. Ja, we kunnen wel opslaan tussendoor, maar eigenlijk wil ik gewoon hier naar rechts. Ja, deze kant op. Even dit gat vullen. Volgens mij zag ik beneden een kist liggen hier zo. Oh, maar er zijn ook vleermuizen. Ah! Die krabben, jongen, die zie ik echt de hele tijd niet aankomen. Nou, dit was in ieder geval een minder groot probleem. Even dit kistje openmaken. Een koelkast uit het restaurant miniatuur. Yay! Daarachter zie ik wat toads trouwens. Nou, heel rustig hier langs lopen. Goed zo. Goed zo. Ik heb geen zin om met jullie te battelen. Ik heb geen beef met jullie vleermuizen. Hallo? Toad? Kom! Wat ligt daarachter trouwens? Hey! En van deze toad krijgen we ook weer een HP hart voor 5 HP erbij. Dus nu zitten we op 80 HP standaard. Nice! Oké, laten we hier naar deze kant gaan. Om de volgende puzzel even op te lossen. Deze heeft weer met blokken te maken. Of moet ik gewoon letterlijk alle blokken kapot maken? Ik moet in ieder geval uitkijken dat ik niet in die gaten val. Ik kan hier naar boven lopen. Ja, kijk, hier is in ieder geval wel een kissie. En daar zit een pauwblok miniatuur in. Nice. De pauwblok is wel echt classic. Ah, dat ik dat net niet door had. Super jammer. Oké, en door. Oh shit, ik had die niet kapot moeten maken. Misschien... Nee! Nee, ik wou niet allebei die blokken kapot maken. Ik wou alleen het bovenste blok kapot maken. Nu kan ik dus niet meer naar dat vraagteken daar aan de rechterkant. Ah. Ja, en mijn ijzerschoenen die zijn bijna kapot. Dus dit is heel naar. Waarschijnlijk zitten in dat blok daar ijzerschoenen. Ja, ze zijn kapot nu. Dit is balen. Oké. Ik denk dat ik heel even terug ga. En dan ben ik benieuwd of die blokken weer terugspannen. Oké, we zijn weer terug. Ja, kijk, de blokken die zijn ook weer terug. Nice. Deze twee kunnen weg. Shit. Hij heeft een tovercirkel. Oké, ik ga er in ieder geval voor zorgen. In ieder geval proberen om die krabbies in ieder geval met mijn hamer weg te krijgen. Aangezien ik nu niet meer zo'n wapentje heb wat ik nodig heb. Die schoenen. Die ijzeren schoenen die zijn weg. Dus ik moet sowieso even deze slopen met die hamer. Dan blijven die koopas nog over. En ja, oké, ik bescherm mezelf aardig. Jongens, als je dit nou een leuke video vindt, vergeet dan niet even je duimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal. Hè? Want op dit kanaal vind je allerlei Pokémon en Nintendo video's. Het hele jaar door. Altijd. En abonneren is gratis. Dus weet je, waarom zou je dat niet doen? Oké, dit moet wel goed komen. Dit gaat wel lukken. Hoppa. En jumpen op die Koopas. En dan hebben we, als het goed is, nu zo'n magische tegelding. Zo'n cirkel. Wil je dat even aan mij teruggeven? Niet? Hè? Wat raar. Even denken hoor. Hoe kom ik dan daarboven? Ah, kijk. Zo kom ik daarboven. Hoppa. Ja, zitten hier die schoenen in? Nee, er zit een vuurbloem in. Maar ik heb die schoenen nodig. Ik heb ijzerschoenen nodig. Oké. Voorbij die blauwe krab. Ja, hier naar boven. Hartje pakken, die we niet nodig hebben. Dan hier naartoe springen. Ja, zitten hier schoenen in? Nee, het is weer een powerblok. Nou, misschien kunnen we die alsnog wel gebruiken. Maar ik ga niet meer tegen die krabben battelen, want ik heb die schoenen niet meer. Nog een standbeeld van de waterorigant. Er komt wel veel, veel water uit zijn bek. Ik weet niet of je hier nou dorst van krijgt of juist niet. Maar het is in elk geval een indrukwekkend gezicht. Oké, wat gaan we hier doen? We lopen in ieder geval eerst even naar deze kant om hier dit blok zo... Of die muur even te maken. Ik denk dat ik hier tegenaan moet slaan. Ja, dat lijkt de bedoeling, maar het lijkt ook nog niet echt helemaal te werken. Niet battelen met de krappies. Oké, we kunnen hier naar boven. Hey, kijk, en daar is een toad. Yo, toadje. Toad, kun jij ons even helpen anders? Nee? Nee, je gaat er gelijk vandoor? Oké. Goed om te weten. Bedankt voor je hulp, vriend. Doe dan eerst aan deze slaan. Oh, of hebben we hier dat pauwblok nodig? Is dat het ding? Dat zou wel eens kunnen. Dat we hier het pauwblok ergens neer moeten gooien. Ik bedoel, we hebben dat pauwblok niet voor niks gehad, hè? We kunnen hier helemaal achterlangs lopen. Hier naar boven. Dan kom ik op die kop terecht. Wat kan ik hier doen dan? Ja, kijk. Ik moet gewoon keihard slaan met mijn hamer, blijkbaar. Oh, nu begint hij te janken. En zo openen we de deur. Aha, dus we hebben dat powerblok helemaal niet nodig. Ja, weer een leuk puzzeltje hoor. Ik vind de puzzels in deze games vind ik wel echt heel goed bedacht. En ook weer het verhaal en hoe het allemaal geschreven is. Ik vind het echt, ik vind het wel weer next level. I love it. En nou hoop ik dat ik niet weer tegen die vervelende krappies moet. Zonder mijn,
Mijn epische schoenen. Zijn hier epische schoenen? Alsjeblieft, alsjeblieft. Geef epische schoenen. Nee! Nee! Ja, geef jij epische schoenen alsjeblieft? Nee, ook niet! Ik had zuiniger moeten zijn met mijn epische schoenen, denk ik. Of ik had gewoon epische schoenen in het tooddorp moeten kopen. Oké, nu komen we hier uit. En dan? Kan ik hier een klap tegen aangeven? Ja, dat kan. Maar ik denk dat we hier misschien niet zo'n extra blok voor nodig hebben. Ik denk dat we dit gewoon misschien kunnen met de blokken die we hier hebben. Alhoewel. Oh, jemig. Hoe gaan we dit nou weer ooit voor elkaar krijgen? Ja, dit gaat gewoon niet. Ik mis nog een stuk. Ik moet op zoek naar het resterende stuk. En volgens mij is die niet hier in deze kamer. Want volgens mij heb ik hier alles al gehad. Ik ga nog even een rondje maken. Moeten we niet hier in dit gat dan zijn of zo? Moeten we niet hier naartoe? Oh, oké. Okay. Kijk, oké. Okay, dit begint al ergens op te lijken inderdaad. Heeft hier iemand een tegel voor mij? Nee? Oké. Okay. Nog geen tegel voor mij blijkbaar. Oké, okay, wacht even. Wacht even, waarom zit hier een opening? Dat is waarschijnlijk om weer terug te keren. Fishes, kom hier. Hier. And they're gone. Oké. En nu? Kan ik zwemmen? Nee? Oh, moet ik hier dat pauwblok gebruiken? Ik heb dat pauwblok niet voor niks gehad, jongens. Nee, dat kan ik niet gebruiken. Oké, wat als we hier naartoe gaan? Oh, kijk, hier ligt hij gewoon, joh. Oké. Oké, dat was iets te makkelijk gedacht. Nee, en ik moet het allemaal met mijn hamer doen, want ik heb niet de juiste schoenen. Pak ze! Oké, dat zijn er 4 minder. Mijn glanzende hamer is ook kapot. Tap! Dit is ook net niet genoeg. Nog een keer, Mario. Hoppa. Is het wel genoeg? Dit is wel genoeg. Er zijn er nog 4 over. Ik heb hier niet de juiste wapens voor, spel. Gun mij nou gewoon dat ik ze even goed neer kan zetten. Dit schiet toch niet op. Nee, ga nou niet zo ver weg de hele tijd. Ik snap ook wel dat dit niet is hoe het hoort, maar ik heb toch geen... Oh, ik heb geen goede schoenen meer. Hoppakee. Oké, willen jullie nu even goed gaan staan? Kijk, dankjewel. Dankjewel. Bedankt dat jullie gewoon even nu klaar gaan staan voor mij. Atza, oké. Wegwezen nou, ik wil mijn puzzel doen. Ik wil de waterorigant vinden. Nee, dit meen je niet. Ik dacht dat ik er al was, jongen. Misschien dat ik even wat toads moet laten juichen. Oké, let's go. Even een goede klap, Mario. Hoppakee, sloop in ieder geval die 2 rode dan. Oké, er zijn er nog 4 over nu. Oké, nog 2 te gaan. Het spel snapt niet dat ik gewoon die schoenen niet meer heb. Potverdorie. Laat me dit gewoon doen. Het spel wil maar dat ik continu op hun hoofden spring. Maar ik heb daar niet de equipment voor, spel. Hehe. Oké, en klaar. Oké, mag ik nu weer door? Mag ik nu naar de waterorigant? Mag ik nu mijn puzzeltje oplossen? Dank u, dank u, dank u. Oh, kijk, hier is nog een opening. Kijk eens. Oh, dit is een koffiehuis. Nice, we gaan even naar de Starbucks, jongen. Kijk, ze chillen dan. Koopa, Goomba, Shy Guy, wat doen jullie hier dan? Wat kan ik voor je doen? Doe maar een cappuccino voor 100 munten. Ik heb geen idee wat het is, maar geef maar. Ik had nooit verwacht je hier te zien, Mario. We proberen deze plek geheim te houden. Onderdanen komen hier om te ontspannen na een lange dag van op- en neerlopen. Om werkelijk om de vijand te bedienen. Maar we werken samen nu, dus we maken een uitzondering. Nu je toch bent, Mario, je bent het ermee eens dat Goombas het sterkst zijn, toch? Oh, gaan we dit doen? Jullie willen even bewijzen wie de sterkste is? Wij vormen het front, de Goombas. Dat bewijst dat we de favoriete onderdanen van Bowser zijn. We gaan er 110% voor. En nu gaat Shy Guy natuurlijk even een weerwoord geven. Je droomt, vriend. Shy Guys gaan er 120% voor elke dag. We zijn duidelijk favoriet. Wat maakt mij het nou uit wie het beste is, joh? In ieder geval, mijn HP is weer gerestored. Is dat het enige wat ik hier kan doen? Nou, oké, thanks. Dankjewel voor de HP. Later. Het was leuk om jullie hier even te ontmoeten. Koopa en Shy Guy en Goomba. Ja, dan gaan we nu eens kijken of we deze lastige puzzel op kunnen lossen. Want het is geen hele makkelijke, jongens. Oké, het onderdeel wat we misten moet sowieso linksbovenin ergens. En ik denk dat we nu rechtsbovenin goed hebben staan. Dan moet daar sowieso tussenin nog zo'n balk komen. Ja, zo. Zo'n rechte. Is geen balk, is een buis natuurlijk. Zo'n rechte buis. Die bovenste 2 staan nu op dit moment goed. Maar we moeten natuurlijk voor de rest nog heel veel doen. Oh, ik denk dat we hem hebben, jongens. Ik denk dat we hem hebben. Als ik nu die bovenste naar beneden schuif. Ja. En de linksboven, die schuif ik daar naar het midden. En dan kan ik nu de tegel plaatsen. En dan hebben we hem. Ja hoor. Lekker. Oké, ga je nou helemaal precies? Ik wou net zeggen, want dan duurt dat wel even. Nice. Hoppakee. Kom maar door met dat water, jongens. Oké dan. Wow. Kijk hoeveel muntjes we hier hebben en hoeveel items. Nice. Ik heb echt al superveel vuurbloemen nu. Ik heb die nog nooit gebruikt. Je moet eens kijken wat we daarmee kunnen. Anyway, laten we hier door deze buis gaan, want het is denk ik een shortcut. Yes, zeker. En we zien het water al stromen nu ook aan de andere kant. Ja hoor, ja hoor. Nice. Ja, we kunnen nu in de drakenbek. Ik ben wel benieuwd. Is dit dan gewoon een draak?
Waar we nu tegen moeten battelen. Yay, let's go. Let's go. Laten we hem wel even opslaan voor de zekerheid. Je weet natuurlijk nooit hoe moeilijk die boss battles worden. Zullen we nu gelijk de boss battle ook krijgen dan? Of moeten we hier nu nog meer puzzels gaan oplossen? Oh, dit ziet er wel aardig boss battle uit. We zijn aangekomen bij de baas, bij de eindbaas van de watertempel, de waterorigant. Maar deze video duurt alweer lang genoeg, dus die gaan we verslaan in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je dat niet wil missen. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Mazzel!